DovoTV wordt dit seizoen mogelijk gemaakt dankzij deze sponsoren. Het is nummer 6 in de derde divisie Dovo dat hier het veld betreedt en de wedstrijd gaat spelen tegen de nummer 13 in de derde divisie. Dat is SV Urk. Speelronde 22 en het onderlinge verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is slechts 8 punten. Dus alles in die derde divisie staat nog heel dicht bij elkaar. Timo Pluk in de basis omdat Lars Rehberger geblesseerd afviel deze zaterdagochtend. En dat geldt ook voor Nick Hak in de basis die de plek inneemt van Lulinho Martins. Zo ziet dat er dan uit in een 4-3-3 opstelling voor de ploeg uit Veenendaal. Gecoacht vandaag door Ben Schinkel. Florian Wolf nog steeds geschorst. Nog 3 wedstrijden te gaan. Trainer Gert-Jan Karsten van SV Urk loopt tegen veel blessures aan. Minimaal 6 basisspelers kon hij niet opstellen. We zien wel de topscorer aan de kant van Urk in de basis staan. Dat is Lucas Schraal die er al 9 in heeft liggen. En na een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië kan de wedstrijd dan beginnen. En mag Urk hier een corner nemen. Bal weggekopt. Maar wordt opgevangen door Lucas Schraal. Die naar de achterlijn kan gaan. Nog kan voorzetten. Bal bij de tweede paal. Makkelijk verdedigd, zo lijkt het. En dan toch ontstaat er een hachelijke situatie. Maar is het uiteindelijk Jeroen Vrolijk die de bal heeft. Vrolijk die deze week aangaf aan het einde van het seizoen te zullen gaan stoppen met voetballen. Dus Dovo moet op zoek naar een nieuwe eerste keeper. Maar misschien heeft ze die al in haar gelederen. Guido van Dijk aan de linkerkant van het veld. Terugleggen, Dennis Hettinga naar Aniel Merkan. Merkan dribbelen, de 16 in, schiet maar een keertje. En daar moet keeper Richard Strijker goed strekken. En is er nog een rebound van Nick Hak. En zo klopt ook Dovo deze zaterdagmiddag aan de deur. Dennis Hettinga, Aniel Merkan. Kijken, voorzet. Kian Visser, schiet maar eens een keertje. Maar hier het vizier nog niet helemaal op scherp voor de nieuwe spits van Dovo. Merkan met de corner. De bal weggekopt. En Max den Boer in gevecht om de bal terug te krijgen. En daar heeft hij hem ook. Kan de bal weer inbrengen via Nick Hak. Hak, Ebbe Wenting. Kijken naar welke kant kan die. En daar staat Aniel Merkan nog. Die kan voorzetten en daar is het Kian Visser die de bal nog net met zijn hoofd kan beroeren. Tenminste, zo lijkt het. Was even wat onzekerheid, maar aan zijn reactie te zien heeft hij hem wel degelijk geraakt. En zet hij Dovo na 26 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong. Nogmaals, een goede voorzet van Aniel Merkan. Kian Visser eigenlijk helemaal vrij, kan zijn hoofd er nog tegenaan zetten. Tevreden gezichten op de bank bij Dovo en gelatenheid bij de trainer van Urk. Die er het zijne van denkt. Urk in de achtervolging op zoek naar de gelijkmaker. Iden Nentjes. Tussen twee man door. Lucas Schraal bereikt. Schraal mag gaan. En kan daar zelfs voorzetten. Oeh, wat een kans was dat voor Urk. En loopt het met een sisser af voor Dovo. Nick de Bond. Gaat maar eens op avontuur. Kan best een eindje komen. Visser. Merkan. Merkan zoekt zijn man op, dribbelen, gaat er voorbij. Nu voorzetten met links zou je zeggen, daar is het kansje voor Guido van Dijk. En Max den Boer die kan schieten. En dat iets te snel moet doen om goed in positie te staan. Baalt als een stekker. Nog weinig geluk voor de jonge Veenendaler. De verre ingooi dan van Nick Hak, doorgekopt Timo Pluk. Max den Boer kan terugleggen, Guido van Dijk schieten tegen Max den Boer op. Opnieuw weinig geluk voor den Boer die hier denkt van oei. Stap ik zomaar in de weg. En dat was natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Urk heeft haast. Neentjes. Naar de rechterkant van het veld. Schraal. Neentjes weer terug. Schieten misschien een keer met links. En een afzwaaier geproduceerd. En daarmee ook de ruststand bepaald op 1-0 in het voordeel van Dovo. Dovo TV wordt dit seizoen mogelijk gemaakt dankzij deze sponsoren. In de rust wisselt trainer Gert-Jan Karsten 2 aanvallers. In de ploeg komen Jelle de Boer met nummer 9 en Klaas Romkes met nummer 19. En de Boer krijgt hier meteen de kans. Het beeld vervaagt een klein beetje, heeft te maken met de kou. Maar goed te zien dat hij probeert de bal over Jeroen Vrolijk heen te koppen, maar daarbij naast kopt.
Dovo is gewaarschuwd. Kansje dan voor Kian Visser met een mooie redding van Richard Strijker, de keeper van SV Urk. Kwartier na rust, Aniel Merkan met de corner. Max den Boer teruggelegd, Merkan met de voorzet. En daar Kian Visser met het hoofd, opnieuw met het hoofd. Maakt hij zijn tweede van de middag, helemaal vrij voor de keeper. En de corner variant van Dovo werpt hier opnieuw zijn vruchten af. Aniel Merkan die teruglegt, Max den Boer die blijft kijken, Merkan meteen met de voorzet. En Kian Visser alleen voor de keeper die te laat komt en hier niks meer kan redden. Florian Wolf tevreden, Max den Boer gefeliciteerd, publiek tevreden. Dovo op een comfortabele 2-0 voorsprong na een uur voetballen. Maar Urk geeft niet op, het blijft voetballen, het blijft aanvallen, gooit de pot niet dicht. En is op zoek naar, in dit geval, de aansluitingstreffer. Er komt de voorzet, de kans voor de Boer. En de bal blijft liggen voor Fokke Willem Hoekstra, die is ingevallen en ook nog kan schieten. Maar dan is het zelfs Nick Hak die hier zijn verdedigende werk doet en de bal weet te veroveren voor Dovo. Opnieuw Nick Hak in een scrimmage met Hoekstra. Mag allemaal doorgaan van de scheidsrechter. Komt ook nog Riekelt-Jan Brands erbij, de aanvoerder. En uiteindelijk is het Urk dat de bal heeft en zelfs naar voren kan gaan. Het schot van de Boer, Jelle de Boer, wat in het dak van het doel verdwijnt. Dus zo krijgt Urk ook wel de kansjes om aan te sluiten. Maar is het Dovo wat op zoek gaat naar het volgende doelpunt. Nick Hak wil weer graag na de schorsing weer zijn eerste basisplaats. En hier had wellicht meer ingezeten. Guido van Dijk komt de ingooi ophalen. Van Dijk, Nick Hak. Staat Visser buiten spel, maar Van Dijk niet. Die loopt door en kan scoren. Zet zelf de aanval op, Guido van Dijk. En pakt ook weer zijn doelpuntje mee. De topscorer van Dovo staat dus hiermee op 11 doelpunten inmiddels in de derde divisie. Niet de topscorer in de derde divisie, maar wel de meeste doelpunten gemaakt voor Dovo dit seizoen nog. Van Dijk pakt hier zelf de bal op. De steekpaas van Nick Hak. Kian Visser ziet dat hij er niet aan moet komen. En Guido van Dijk staat geen buitenspel. En weet als een echte spits met één beweging de keeper te passeren. Die er al drie om zijn oren heeft deze zaterdagmiddag. Aniel Merkan op het middenveld. Verplaatst naar de linkerkant. Kian Visser mooi aangenomen. Visser naar de rand van de 16. Schieten. Nog een keer de bal blijft liggen. Maar de bal bleef liggen omdat de bal tegen zijn hand aankwam. Dus deze mooie goal gaat niet door. Terecht afgekeurd door scheidsrechter Veekamp. Zo zien ook deze jonge talenten van Dovo. Nick de Bond met de corner. Weer de variant. Timo Pluk kan opvangen. Schiet maar eens een keer. Zo! Hallo! Die is fijn. Mooie 4-0 gemaakt door Timo Pluk. Keeper aan de grond genageld. En een mooie opsteker voor de rechtsback van Dovo, die je goed aanneemt, kan aanleggen, kan schieten. En Richard Strijker kan er alleen maar naar kijken. Steekt geen hand meer uit en Dovo dus op 4-0 nog een kwartier te vieren met de felicitaties van Daan Disveld. Toch blijft Urk aanvallen. Het blijft zoeken naar dat doelpunt. En krijgt hier ook wel de kleine kansjes. Het schotje, scrimmage, maar de bal opgevangen door Johnson, die is ingevallen bij Dovo. Voorzet. Jeroen Vrolijk moet stompen. Riekelt Nentjes die kan opvangen. En het schot dan? Dat ziet er gevaarlijk uit. Het schot van Lucas Schraal, die probeerde om toch zijn doelpunt nog mee te pakken. Johnson. Veel ruimte nu op het veld. Guido van Dijk. Laat de bal lopen en is sneller dan zijn tegenstander. Dat is Rick de Boer. Guido van Dijk. Voorzet. Maar Kian Visser niet bereikt en zo gaat ook deze kans voorbij. Dan hebben we 90 minuten gevoetbald. En krijgen we hier het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Veekamp. Wint Dovo met 4-0 van SV Urk. En pakt het weer drie hele belangrijke punten. Want Dovo blijft op de zesde plaats staan. We zien GVVV bovenaan staan nog, ondanks het gelijke spel 0-0 tegen Sparta Nijkerk van afgelopen zaterdag. En op 9 DVS 33 Ermelo, de tegenstander van Dovo, over twee weken. Urk zakt door dit verlies naar de 15e plaats.
Dovo TV wordt dit seizoen mogelijk gemaakt dankzij deze sponsoren. Dennis Hettinga, de man of the match. Gefeliciteerd en een mooie 4-0 overwinning. Ja, zeker. Ik denk dat we een hele mooie pot hebben gespeeld. En onszelf beloond met 4 doelpunten. Het wordt 1-0 voor de rust. Die hou je goed vast. Urre krijgt ook een paar kansjes. In gevaar geweest of niet? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hun op zich... Het was een beetje rommelig voor onze 16 een paar keer. Daarna creëren we wat kansen. Maar voor ons proberen we gewoon de 1-0 vast te houden. En na rust zie je dat we nog even proberen druk te zetten. Ze brengen wat nieuwe spelers erin. En uiteindelijk scoren wij de 2 en de 3, 3-0, 4-0. Na de 2-0 wordt het makkelijk volgens mij. Ja. Tot aan de 2-0 leek het nog wel eventjes de andere kant op te kunnen gaan. Ja, klopt. Wat ik zei, we hadden frisse jongens erin gebracht. Beste bonken van kerels. Dus uiteindelijk door goed verdedigend werken van iedereen achterin en van het hele team weten we ook weer de 0 te houden. Hoe bevrijdend is die 2-0 dan? Ik denk heel bevrijdend. Dat geeft toch weer wat rust, wat vertrouwen. En je ziet het, we blijven gewoon voetballen, we blijven ons ding doen. En daar komen ook mooie doelpunten uit. Geen moment in paniek, dat gaat hartstikke goed. 4-0, mooie overwinning. Lijkt het wel alsof het thuis wat makkelijker gaat dan uit. Ja, ik denk voornamelijk dan de afgelopen twee wedstrijden uit op gas, dat het wat moeizamer ging. Maar ik denk als wij gewoon ons ding blijven doen volgens mij spelen we alleen nog maar op kunstgras, dan moet het wel goed komen. Wordt het toch nog een heel mooi seizoen? Dat denk ik wel, ja, daar gaan we wel vanuit. Ik ga je de trofee geven, dat is een lekkere fles die hoort bij het zijn van de Man of the Match. Ga er lekker van genieten en succes de volgende wedstrijd weer. Komt goed, nou super, dankjewel hè. En dan de nabeschouwing met de beide trainers, Gert-Jan Karsten van Urk en Florian Wolf. Jij vond er wat van, Gert-Jan, dat Florian de persconferentie zou doen? Ja, tuurlijk. Die andere man heeft gewonnen, hij niet. Kijk, dat is duidelijk. Ik wil met jou eventjes naar de wedstrijd. Je hebt denk ik een slechte middag gehad. Ja, niet anders dan anders. Maar wij weten dat wij een zwaar seizoen spelen met eigen jongens. Misten we daar een stuk of 6. Nou, met name achterin Klaas Kramer vond ik... Echt wel, dat hadden we het voor de wedstrijd lopen, maar dat was echt schrijnend om te zien dat je die mist. Jan Ras op middenveld, onze spelmaker, die heeft tegen Sportlus een enkelbandje ingescheurd. Die is hopelijk na de break weer terug. Maar ik denk dat het eerste uur dat het Dovo een lichte overhand had, maar dat het niet eens zoveel uit elkaar lag. Alleen zoals wij hoekschoppen verdedigen, ja, dat is niet eens vierde klas. Laat staan derde divisie. Oké, ik zag je na de 1-0 heel onbewogen op de rand van de dugout zitten, alsof er niks gebeurd was. Ja, nee, er was ook niet zoveel aan de hand, maar die corner zat er wel in. En die wordt eerst uitgeblokt, geloof ik. Nou, voorover hebben we die bal nog, dan geven we hem nog weg. Dan mag die achterin gespeeld worden. Ja, en dan steken ze bij mij de hand omhoog. Maar je kunt beter gewoon die bal wegkoppen, volgens mij. En ze kijken alleen maar naar de bal, ze zien niet wat er in hun rug gebeurt. Zien we er gewoon heel slecht uit. We hebben de eerste helft ook wel een paar kansen gehad. Zien we er ook heel slecht uit, hoe we dat benutten. Ja, het was gewoon aan onze kant, was het onvoldoende. Dovo terecht gewonnen. En het verschil in breedte van selectie, maar ook het verschil in volwassenheid vond ik vandaag zeer groot. En dat ergens weet je dat in je achterhoofd vooraf. Maar na de 2-0 legden we ons er ook bij neer. En dat is wel iets wat me zorgen baart. Want wij moesten aan het begin van het seizoen voor handhaving spelen. En dan moet je zeker als het een keer tegen zit meer brengen als wij het laatste half uur gedaan hebben. Oké. Florian, was het een makkelijke middag voor Dovo? Nee, zeker niet. Kijk, het is niet zo dat de uitslag doet vermoeden alsof het een makkelijke middag was. Maar dat is totaal niet aan de orde geweest. Kijk, als ik de eerste 3 kwartier kijk, hebben we best in sommige fases echt moeite gehad om druk op de bal te krijgen. Ik denk dat we goed uit de startblokken komen. Daarin hebben we een fase dat we 2 goede kansen creëren. Bal natuurlijk van de doellijn met Hak, goede kans. Zaten we goed bij. Daarna creëert Urk ook nog een grote kans, die we ook nog weg moeten poetsen. Waarin de eerste 3 kwartier een licht overwicht, zoals Gert-Jan al zei, aan onze kant was. Alleen daarna was het wel zo dat rond de 54e minuut dacht ik wel, deze gaan we niet meer weggeven. Was die 2-0 zo bevrijdend? Ja, ik denk het wel. Dat merkte je denk ik in het veld ook wel, dat na de 2-0 was de gelopen koers. Maar daarvoor zeker niet. Daarvoor hadden we het echt wel lastig in fases. En hebben we ook nog 1-2 grote kansen. En wij zelf natuurlijk ook, hè, Max ook nog een grote kans. Al met al denk ik over de hele wedstrijd gezien een terechte overwinning. Misschien niet de uitslag, maar wel een terechte overwinning. Ik sprak Erik Westerhout, de speaker, voor de wedstrijd. En die zei het is opvallend. Dovo haalt 2/3 van zijn punten in thuiswedstrijden en slechts 1/3 in uitwedstrijden. Hoe belangrijk is het om thuis te spelen voor Dovo?
Ja, ik denk dat het voor alle clubs thuis belangrijk is. Ik denk dat de trainer hier naast mij daar ook over kan meepraten. Thuis hebben hun ook een hoop punten weten te halen. Ja, dat geeft toch altijd iets extra's, publiek eromheen. Dat zijn allemaal dingen die iets extra's geven. Je hebt natuurlijk ook te maken met soms verre uitwedstrijden. Voorbereiding is altijd lekkerder als je thuis speelt. Maar dat mag nooit een excuus zijn, want uit wil je ook gewoon winnen. En straks zal het DVS zijn. Ja, die is niet ver. Dus goed nieuw moment. Dus. Goede motivatie daar. Gert-Jan, ik heb meen gelezen te hebben dat je na dit seizoen gaat stoppen. Bij Urk in ieder geval. Wat wil je achterlaten? Nou ja, niet zoveel. Wij moeten ons handhaven. Dat wordt een hele zware strijd. En dat wisten we. Maar er staat een heel jong elftal. Vandaag ook een stuk of 7, 8 beneden 23. En ik misschien aan het einde misschien wel op 1 of 2 na allemaal. Dus er zit toekomst in dit ploegje. Het is met eigen jongens. We zijn heel goed, we zijn heel slecht. Dat wisselt per week. Dat wisselt soms per wedstrijd. Vandaag eerste, tweede helft. Heel groot verschil. Ik denk dat Dovo thuis onze beste 90 minuten waren. En Dovo uit, laatste half uur, ons slechtste niveau. Dus dat zegt ook wat over Urk. De ene moment dan zit je te kijken naar een geweldig elftal. En het volgende moment denk je, hoe kan dat in de derde divisie plaatsvinden? Ja, dat hoort een beetje bij deze ploeg. En ik hou me vast aan één ding. Wij kunnen elke week verrassen. Hè. We hebben op een gegeven moment 6 wedstrijden op rij verloren. En daarna wonnen we de 3 op rij. Ja, dat hoort ook een beetje bij dit elftal. En wij zetten in op 40 punten. Die hebben we gewoon nodig. En dat betekent nog 5 wedstrijden winnen. En zal je niet verbazen dat dat op Urk moet gebeuren in principe. Dat hebben we net begrepen. Dankjewel, goede reis terug. Sluit eerst nog even aan bij het buffet en succes de volgende wedstrijden. Jij ook, Florian, nog 2 keer langs de kant. Prima toch, als die punten zo blijven komen is best. Oké, fijn weekend, dankjewel. Dovo TV wordt dit seizoen mogelijk gemaakt dankzij deze sponsoren.